kijkers en welkom weer al op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven Dremes. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. We gaan nu lekker Wii Sports doen. En ik ga de camera op ons zetten. Tot zelfs en geniet maar van de beelden in versneld. Nu gaan we het beeld op het spel zelf zetten. Dan kunnen jullie ook eens zien hoe wij bowlingen qua punten en al. Ja. Zoals zij genieten waarvan. Lights are out and there's time to your embrace.
mensen. Wie heeft er gewonnen, denk je? Wat ga jij doen? Uitzetten. Ik kan nog tennissen. Als dat mag. Ben ik nog bij jou. Dus ik kan nog even wie tennis spelen. En dan ga ik nog eens even uit de computer. Joe, tot zelfs. Hier is er mijn schatje nog. Zeg je niks? Ik heb gezwaaid. Ah, oké. Okay. We hebben dus weer al even op de Wii gespeeld, Wii Sports. En jawel, uiteindelijke winnaar. Ik! Oh, mannetjes. En dan gaat zij zelfs nog boeien. Ze zijn er op mij te wachten. Nee, dus. Ah, toch. Ik ga zo even naar buiten toe met mijn korte mouwtjes. Het is toch goed warm buiten. Hoop ik toch. Want ik heb het nog niet buiten gevoeld. Wat zei je, schat? Ik hoop ook dat het warm is. Ah, oké. Ik hoop het. Let's we hope. We gaan het dus nu voelen. Voor het eerste keer naar buiten. Valt mee. Het valt reuze mee. Voilà, ik laat dan nog even open. Ik kan hier nog even stoelen. Ik kan me even in de zonnetje zetten. Want nu moeten we er nog van profiteren. En hier komen mijn vuilzakken bij. Ja. Voilà, dat is onze gemeenschappelijke ruimte terug te doen. Voilà, die is toe. En dan ga ik lekker in het zonnetje zetten, schat. Is dat goed? Tot ik terug ben, hè? Tot je terug bent? Nee. Tot je vertrekt. Ah, dat doet goed. Nu dacht ik dat ik iemand hoorde. Ik ook. En jij ook? Ja. Maar ik zie niemand niet. Hé, schat. Ja. Dan gaan we eens even kijken in de brievenbus als ik post heb gekregen. Maar ik heb wel bezoek van een spin. Holy shit, ja. Wacht. En daar stond iets van Bea bij. Cycle TV. Oei, weer een Cycle TV. Weer al zo ingepakt. Oei. Wat gaat dat nu weer zijn? Ik wil dat ook weten. Ik ga het proberen open te doen. Mijn eerste is haren open aan het doen. Kijk, mensen. Harenvlokken. Dat is waarschijnlijk van mijn begeleiding van mijn dagcentrum. Ah, oké. En? Is ze daar? Dat weet ik niet. Ik denk het niet. Oh. Zijn ze zo mooi, mensen? Wat staat erin? Hoi Pia, hoe gaat het met u? Ik ben blij dat we toch wat contact hebben via WhatsApp. Vele groetjes en een dikke knuffel. Ja, en dan de twee begeleidingnamen. Dat is wel mooi gedaan, vind ik. Echt heel mooi. Dat zijn ze niet, hè? Nee. Oké. Nu moet je even mee filmen. Wacht even. Ja. Moet dit nog wegsteken. Hallo, Kes. Oké, dan gaan we deze envelop open doen. Pas op, want daar staat iets op. Oh ja, daar staat ook nog... Oh, ik kom van Maasmechelen. Dus als ze geen envelop kunnen maken, maken ze zelf een envelop. Heel mooi gezien. Van een zakje. Ze hebben van een zakje een envelop gemaakt, schat. En dat mag precies. Ja, ik zie nu niet hoe ik film, hè. Dat is niet erg. Je zit nog altijd goed aan het filmen. Laat maar een like omhoog voor Bea, voor de filmster.
die hier momenteel mee aan het filmen is. Allee mannetjes. Zij staat daar een tekening op, schat. Nee, toch niet. Ah ja, juist. Voor zo'n grote envelop. Voor zo'n kleine memory card. Dat is een memory card voor de PlayStation 2. Kan ik nog meer games opzetten. En dat is van mijn uitbetaling. Dat moeten jullie ook niet weten. Wat is dit? Een BWL-adres. Ja. En dat is van jullie begeleidsverzekering. Ja. Awel, jullie hebben gezien de uitpakking. En ik ga afscheid nemen van Bea. Bea, tot service. Tot service. Oké, wat gaat je doen? Wandelen met mijn begeleiding. Maar je moet ook goed uit zijn te gaan. Toppie dat ze gaat wandelen. Yay. Ja, mensen. Ik heb juist een hele slechte telefoon binnengekregen van mijn werk. Nee, ik moet nog altijd niet beginnen. Ik blijf nog altijd op standby staan. Hoe moeilijk dat het nu ook begint te worden. Ik begin echt mijn vier muren op te lopen. Godverdomme. Echt waar, mijn vier muren. Ik zit dan hier ook nog op het koertje. Dat mag nog allemaal, begeluk. Ik ben voor de derde keer ben ik mijn vlog al in elkaar aan het steken. Maar nu momenteel is het aan het lukken. Die moet nog 53 minuten doen. Dat is nog redelijk lang. Ik hoop dat ik hem dan nog op tijd genoeg online kan krijgen. Ik ga opnieuw een serieke opnemen. Maar welke? Ik ben eens even zoals aan het... Ik ga eens een rijspelletje opnemen. Dan kan ik weer al... A2 racer. Oh, fuck het, echt waar. A2 racer World Challenge? Nee. Ja, ik weet de welke. Ik weet de welke. Als ik hem vind. Ja. Is het deze? Nee, dat is de die en niet. Want ik heb redelijk wat tennisspelletjes. En nu ben ik aan het kijken. Roland Garros, nee. Nee. Ik heb nu zoveel spelletjes, hè. Weet je wat? Kijk, Grand Theft Auto Vice City nog eens spelen. Dat is ook nog eens heel lang geleden. En daar dan misschien nog zo de spellen opzetten. Of nee. Ik weet het niet. Ik heb ook nu niet echt zin om te gamen. Omwille van dat ik weer die slechte nieuws heb ontvangen. Want ten deze wilt gaan werken en kan niet gaan werken. En daar vind ik, en ja, ik vind dat gewoon appetant. Ik vind dat echt heel, heel, heel appetant. Shit happens zeker. Shit happens bij deze. Oh, ik ga ook eens alle... Ik ga even rusten. Nee. Jullie hebben iets goed opgemerkt in een van mijn vlogs. Ja, ik zit nog buiten met mijn mondmasker. Ik ben juist buiten bij het hockey. En ik ga het jullie laten zien. En daar ben ik echt heel trots op. Nu hangt de mist te groeien. Dat is hoe mooi dat is. Alken samen sterk. 3570. Jawel, wie dat daar heeft gehangen, awel, chapeau. Met hartjes, buizenvlaag, noem maar op, staat er allemaal op getekend. Echt heel mooi gedaan. Ik hoop dat de boodschap ook goed aankomt. Blijf alsjeblieft op uw kot. En blijf thuis. Ik heb vandaag ook weer een slechte telefoontje gehad. Dat ik jammer genoeg nog een maand moet thuisblijven. Omwille van deze maatregelen. Allee.
En het wordt aangeraden ook om mondmaskers nu ook buiten op te doen. Dus dan gaan we dat ook maar doen, hè. De nieuwe maatregelen die vandaag van kracht zijn gekomen. Dus voor de besmetting tegen te gaan, gaan ze FFP2 mondmaskers of andere mondmaskers uitdelen aan de bevolking. Maar dat gaat systematisch gebeuren, heb ik gehoord. Dus bij deze, hou vol alsjeblieft mensen om thuis te blijven. Verplaats alleen maar de noodzakelijke verplaatsingen. Sorry, kijken. Ik heb hier nu melk-commen halen, cola-commen halen en Fanta. Tot we toch nog wereldthuis kunnen verder leven. En nu ga ik richting mijn appartementje terugrijden. Om terug naar mijn schatje te gaan. Want ik mis haar. Dat... Zo, altijd voor een heel klein zusje. Ook altijd gordel aan doen. Pinker aan. Want ik ga aan. Kijk maar hoe ver dat ik ga rijden. Hè. Hupsa 3. En. Voilà. Ik ben al aangekomen. En dan pak ik jullie mee. Niks vergeten. Nee. Pak wel mijn jas. Voilà. Bij deze. Voilà, ik heb alweer parking geparkeerd. Nee, ze ziet het niet. Nee, ze ziet het niet. Jammer. Een scheid op de buurvrouw. Nee. En het is nog schand zo goed buiten. Voor buiten te zitten. Vind ik toch. Dan moet ik nog gaan rusten. Dat we hier kunnen zo. Maar dat houdt er ook wel niet meer in zitten. Mijn vlogbestanden moet ik ook nog allemaal... op de computer gooien, want het is altijd aan het mislukken. Ik snap het niet wat het probleem is. Ik moet nog een klein beetje gaan uitdokteren. Voilà. I'm home. Met de trap naar Oostende. Met de trap naar Oostende. Van met de trein naar Oostende, tjoeke tjoeke tjoeke, want daar mocht je niet zijn. Voilà, deur toedragen. Dat het gesloten is. Schat, ik heb het gehoord. Het is gesloten, nee. Ja. Oké. Dan gaan we verder kijken naar Enzo Knol. Dan de buurtpolitie. Dan familie. En dan kijken we wat er nog wel op is. We zijn er één ding voor je te vermelden. Wat dat dan? Wat we kunnen kijken. Wat? Dat is iets wat jij heel graag ziet en ik niet. Stuk TV! Dat hè? Ja. Oké. Ik ga eens even kijken als mijn vlog geüpload is. Jawel, mijn vlog is ook geüpload. En ik heb auteursclaimrechten. No. Dus ik ga even goed kijken wat daar problemen zijn. En dan ga ik dat nog verhelpen. En dan gaan we verder kijken naar Enzo Knol. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dankjewel weer om een deel uit te maken van... Mijn leven. En mijn leven. Tot... Morgen. Salut. Salut.